Het landschap architectuur, het vak zelf verandert natuurlijk dermate. Moeten we goed kijken naar wat is de betekenis van het landschap. We zijn heel blij met dit soort opgaves dat we niet meer die woningbouw buiten de stadsgrenzen gaan positioneren. Eigenlijk dat lommerrijke groengebied die we zo schaars is, zeker in deze streken. Dat we dat vrijhouden van de woningbouw. Dus we zeggen dat eigenlijk woningbouw vooral toegevoegd wordt in breidingen, binnen het stedelijk weefsel. Dat wil zeggen dat er ook een aangenaam leefklimaat dient gecreëerd te worden. En ook dat landschap een heel belangrijke rol neemt binnen deze stedelijke ontwikkeling. Dus dat is eigenlijk een nieuwe betekenis geven aan het landschap binnen stedelijke context. En het gaat niet meer over groen, over wipkip, over boompjes. Maar het gaat over veel bredere aspecten. Het gaat over mobiliteit, water. Hoe gaan we met die wateropgave om? Natuur-inclusiviteit gaan creëren, stofstromen. Al deze aspecten zijn heel erg belangrijk en onderdeel aan het worden zijn van landschaparchitectuur. En dat nemen we eigenlijk met ons mee binnen deze opgave. Nou, binnen ons team zijn het ook niet alleen maar landschaparchitecten, maar heel breed van ecologen, landschaparchitecten, stedenbouwkunde, om dit ook, dat nieuwe spectrum van landschaparchitectuur, ook te kunnen bedienen binnen deze opgaves. En binnen dit project werken we met deze mensen die straks ook jullie te woord kunnen staan bij de panelen. Aan dit plan. Aantal projecten, NAMME begon al met een aantal projecten. Aantal projecten zijn gelijklopend, zoals de toren in de Bunkertoren in Eindhoven. Maar tevens werken we samen met NAMME aan het Cailletplein in Den Haag, waar wij kijken om veel meer groen toe te voegen samen met ontwikkelingen. Dus eigenlijk verdichten willen we gaan koppelen met verduurzamen en vergroenen. En dit project typeert ook eigenlijk deze opgaves die wij aanpakken. Even het plan van het Cailletplein met het groene Cailletplein die doorloopt in de Koekamp in Den Haag. En hier de bunker in Eindhoven met een veel rijker, op een beperkte oppervlakte, eigenlijk een nieuw stedelijk weefsel, een nieuw stukje stad, een nieuw stadspark toevoegen in Eindhoven. Participatie is al genoemd, zeg maar. We hebben al een aantal participatiemomenten gehad voor andere plannen in Nieuw-Leiden. En sommigen hebben dit al ook meegemaakt met ons als bureau, maar we vinden het ook heel belangrijk, zeg maar. En het gaat er ook niet om de kleine dingen van het landschap, maar we vinden het essentieel dat we samen kunnen werken aan die leefkwaliteit, die leefomgeving die zich hier gaat vormen. En met dit soort groot project kunnen we echt wel iets gaan betekenen in Nieuw-Leiden. Om eigenlijk dat sluitstuk van Nieuw-Leiden, want Nieuw-Leiden is eigenlijk bijna klaar. We zien het eigenlijk ook als sluitstuk. Laten we het niet alleen maar volbouwen, maar laten we echt ook een groot stuk stadspark gaan creëren op deze locatie. Daarom voegen we eigenlijk aan het logo LEED hier een paar groene parels aan toe. En dat is eigenlijk onze doel. Als je kijkt naar Nieuw-Leiden zelf, met de locatie die we hier zien, zijn we eigenlijk versnipperd hier en daar. Pocketparks, restaurants die groen geworden zijn. Heel fijn, heel goed. Het maakt het gebied ook groen en aangenaam te leven. Maar ik dat grotere, aaneengesloten groenstructuur, dat ontbreekt hier eigenlijk. En dat wensen wij te gaan creëren samen met dat project. Dus wederom het ontwikkelen gaan koppelen met vergroenen in dit gebied. Als we teruggaan in de oude kaarten, zien we heel duidelijk het singlepark liggen, of het single liggen, met het water richting het Ommeland en daaraan zitten we gepositioneerd. En in stedenbouwkundige structuur, wat we vandaag nog zien, is dat eigenlijk ook een structuur die nu een fietspad is, water is teruggemaakt. Dus dat is voor ons een heel belangrijk aanknopingspunt, ook richting het centrum, richting het Ommeland. En daar op dat kruispunt, daar bevinden we ons met de ontwikkeling. Als we kijken met de huidige situatie eroverheen gelegd. Daarom vind ik het heel belangrijk, zeg maar, als je het singlepark hebt, die uiteraard in bloei aan het komen is. Hier en daar worden ook stukken van het singlepark gerealiseerd. We hebben de waterstructuur en dan kom je eigenlijk op onze plek. Nu een beetje een verloren plek. Buurtbewoners hebben uiteraard hun best gedaan om een stuk al te claimen en daar eens iets beter van te maken dan dat het nu is. En dat loopt eigenlijk door tot eigenlijk het Noorderpark die we daar hebben. En eigenlijk op dat scharnierpunt, daar willen we eigenlijk echt een forse groen impuls gaan doen. De gemeente heeft natuurlijk al de brug over de Willem de Zwijgerlaan. Maar hoe kunnen we dat ook meenemen en veel interessanter te maken dan wat het nu is? Nu is het een plek van stromen, enkel door fietsen, vooral niet verblijven.
enkel voor een aantal buurtbewoners. Hoe kunnen we dat nog veel meer een plek maken van stromen, fietsen eroverheen en verblijven, aangenaam vertoeven op die plek binnen deze de ontwikkeling. Dus nogmaals de huidige situatie, hoe het zit en met de ontwikkeling, hoe het park en de overkapping en tussen de gebouwen door dat stadspark wensen te creëren. En uiteraard het water, het lineair water, wensen we daarin mee te nemen om als onderdeel te adopteren in onze ontwikkelingen. Een aantal steekwoorden die we heel belangrijk vinden, zeg maar stedelijk, authentiek, groen en lokaal, zijn een aantal punten die we heel graag meedraaien binnen het plan. En er is al besproken over 7 beloftes. Die 7 beloftes wensen wij ook een bijdrage aan te leveren vanuit het landschap, vanuit het groen, het stadspark die we wensen te gaan creëren daar. Als we kijken naar de plek in relatie met het Singelpark en het Noorderpark, dan zien we dat we uiteraard met die verbindingen zitten. De fietsverbindingen, heel belangrijk, wevend omheen die gebouwen, geen obstakels vormen, veel beter die fietsstructuren nog gaan faciliteren zoals ze nu zijn, aangename plekken creëren en daar het groen naar binnen laten vloeien. Zoals Nanne vertelde, die parkeerplek die er nu zit, dat wordt een groene plek tussen die gebouwen die doorloopt tot over het ecoduct of het park die over de weg heen loopt. Het verbinden, belangrijk, essentieel, het is er al, maar nog beter aangetipt. En dat combineren we nu met verblijven, verblijfsplekken creëren, zeg maar aangename plekken creëren, een wandeling kunnen maken door dit gebied in combinatie met de richting het Singelpark of langs het water te wandelen. En daarna toegevoegd zijn een aantal bestemmingen in die openbare ruimte. Dat is het natuurpad, er zit al een vlindertuin in, er komen een aantal voortuinen ook op een maaiveld, zodat je ogen op dat maaiveld krijgt. Dus niet dat alles in de lucht zit en tussen die torens. Nee, er wonen mensen op het maaiveld. Een park creëren, een terras creëren, groenbuffer richting Willem de Zwijglaan. Dus op zo'n manier krijg je daar een stedelijk stadsparkgevoel tussen de gebouwen. Dit is het plaatje van bovenaf. We herkennen hier zeg maar, de 2 hogere torens die zullen voorzien ook van zonnepanelen. De dakterrassen zeg maar, die in een groene doorkijk zijn door het gebouw heen en dan het landschap die zich vloeit, die zich vlecht, een padenstructuur, fietsstructuur, padenstructuur, zijn wandelstructuur en uit die padenstructuur ontstaan er een aantal pleinruimtes, plekken waar gespeeld kan worden, gesport kan worden en die invulling, mogen kunnen kippen zijn, maar die invulling, zeg maar, dat willen we heel graag met elkaar gaan bekijken en gaan doen. Dus wederom zeg maar, dit is absoluut geen plan, helemaal niet. Ik zou nog een schetsontwerp ook bijna nog niet. Maar met die invulling, met die suggesties, wat willen we op zo'n plek, wat missen we in Nieuwleiden? Maar ik richt me heel graag naar de mensen uit Nieuwleiden. Wat missen we in ons gebied? Dat moeten wij hier, de laatste steen die we hier leggen in Nieuwleiden, dat moeten wij hier gaan positioneren. Het is de laatste keer, de laatste kans om jullie agenda hierin te gaan integreren. En dat wensen we te doen met jullie. Even inzoomen van het park. Je ziet, het is niet klein. Het is echt wel een forse ruimte tussen de torens heen. Omdat ze zo slank ook op die vloer staan. En nogmaals, samen met de torens en het park wensen we te werken aan die biodiversiteit, die pluktuinen, die vlindertuinen. Dus dit soort elementen wensen we te gaan vervlechten met het ontwerp. Dus het is niet alleen een groen aanleggen, maar al die agendapunten die jullie hebben wensen wij te vervlechten in die openbare ruimte die we wensen te gaan creëren. Aantal referenties, moodboard zou je kunnen zeggen, waar we aan zitten denken, referentie voor het stadspark, de beplanting, de zitelementen, hoe wensen we daar te zitten, hoe wensen we te verblijven, de dakterrassen die er komen, hoe wensen we deze te gaan maken, hoe groen willen we deze te gaan hebben en uiteraard het stedelijk spelen die natuurlijk daarin gepositioneerd wordt en de natuur, inclusiviteit, hoe wensen we dat te gaan. Er is al veel natuur gecreëerd door de buurtbewoners zelf. Hoe kunnen we dat nog meer gaan versterken in dit plan? Hiermee ben ik het schrift te laten. Dankjewel. Nou, dan zijn er eigenlijk nog 2 zaken voorlopig even over. En dat gaat om wat is nou de rest van de procedure als we straks met z'n allen weer naar huis gaan? Hoe gaat dat dan verder? En waar kunnen we nou precies over meepraten? U heeft vast al spijt van die wipkippen dat hij dat heeft gezegd. Maar goed, daar komen we zo op terug. Maar omdat u zo heel geduldig zit te luisteren, misschien toch even, zijn er 3 brandende korte vragen waarvan u zegt, nou die wil ik nu aan de architect kwijt, dan mag het nu.
1, 2, 3. Nou, keurig. Ik vind dat u verdient om aan het woord te komen. Ja, allereerst. Geert Prilaert, 10 jaar wonend in Nieuw-Leiden. 1 oktober woon ik er 10 jaar. En 3 oktober heb ik geslaan, want ik was niet van het huis. Wat een fantastisch plan. Nanne, Steven, het is echt een heel mooi plan. Alleen zijn er opgaves die ik spannend vind. Spannend voor de wijk, spannend voor de omgeving van Nieuw-Leiden en Leiden-Noord. 550 woningen is een prachtige opgave. We komen een beetje in de buurt van die 8500 die we nodig hebben. Maar dat betekent met een parkeernorm van 1,1 tot 1,7, laat ik de lage kant houden, dat er 605 parkeerplekken nodig zijn. Er wordt een groen park ingericht, dat betekent dat parkeerplekken weg worden genomen van die daar nu ook al zijn, waar de andere hoogbouw gebruik van maakt. Er komt dus een parkeerdruk van pak een beetje 6500. De parkeergarage heeft 380. Dat betekent dat we een soort van langmarktgarage tekort komen. Hoe gaan we dat oplossen? Met die parkeernorm van 1,1. En mag ik daar dan meteen mijn vraag aan toevoegen? Hoe gaan al die auto's dan ook daar naartoe komen? Dat was mijn vraag. Dank u wel voor de vragen. Zeer gewaardeerd en snap ook dat dat een heel belangrijk punt is. Kijk, wij hebben een aantal berekeningen gemaakt voor wat is er nou nodig aan parkeren op die locatie. Volgens onze berekening kwam er uit dat 380 genoeg zou moeten zijn. Aangezien wij een deel sociale woning hebben, waar het autobezit aanzienlijk minder is. En een deel huur, waar de autobezit ook wat minder is. En dan hebben we een deel koop. Wij komen tot een balans van 380 plaatsen. Wij gaan er ook vanuit dat in de loop der tijd het autodelen steeds belangrijker gaat worden. Dat zien we zeker. Ik woon zelf in Pinsbroek, sociale woning. Ja. Dus daar woon voor 90% sociaal, maar staat helemaal vol met auto's. Ja. Iedereen staat voor een auto. Meestal heb ik 102 auto's. Gewoon sociale woningen hoeft natuurlijk niet duur te zijn. Dus ja, 380 is gewoon veel te weinig. Ja, ik weet niet waar meneer Stuyf vandaan had, maar als je gaat van 1,1 tot 1,7, ja, dan zijn 380 parkeerplekken gewoon veel te weinig. Kijk. Wat je nu gaat krijgen is een overkant. Doe het kort dan. Aan de overkant is nu nog. Ja, ik zal het zo even de vragen halen. Ja, sorry, heel veel mensen achterin kunnen je vraag niet goed begrijpen, dus okay. Die hoor ik niet. Aan de overkant is nu nog wat ruimte, aan de parkeerplaatsen voor groei en bewoners, maar dit wordt nu gewoon een en al ellende. En ik weet niet welk deel het publiek toegankelijk wordt en of je dacht alleen van vraag van hoe pak je dit verder op? Want dit is gewoon wel draaien. En twee is, welk deel wordt het publiek toegankelijk? En sorry, achterin even geduld, ik zal straks even kort samenvatten wat wordt gezegd hier. Er wordt hier eigenlijk gevraagd van, het lijkt veel te weinig parkeren. Parkeernorm van 1,1, ga je, als je daarvan uit zou gaan, dan kom je uit op ruim 600 parkeerplaatsen. Met 380 is dat niet veel te weinig. Er wordt ook gezegd dat in wijken met veel sociale woningen, waar er ook heel veel parkeerdruk is. En er wordt ook gezegd dat aan de overkant van de weg ook een hoog parkeerdruk is. Correct, ja. Goed. Nou, ja, nee, zeker. Nou, één ding wat mij dan, ja, wat mij gewoon, maar dat is misschien heel direct. Kijk, op dit moment zie je dat de parkeerplaatsen bij Bonita zelf en bij KPN, die zijn al leeg. Ja, daar is niks. Daar is KPN. Maar er staat ook niemand, dus ja, er staat ook niemand. Laten we even nou het verhaal afmaken, want de mensen daarachter kunnen het anders ook niet horen. Kijk, het is niet iets wat we vanavond op gaan lossen. En ik begrijp heel goed wat u zegt en ik begrijp ook van u dat dit een heel belangrijke vraag is. Ik zou zeggen, laten we deze discussie voortzetten. Laten we kijken of jij je kan vinden in onze bevindingen, dat je kijkt naar wat wij hebben bedacht erover. Dat je meer kan verdiepen en dan kijken of het klopt. Als wij meer moeten toevoegen, dan moeten we dat doen. Het doet in ieder geval niet een openbare parkeergarage. Het is alleen woningen voor, alleen parkeergarages voor de mensen die daar ook wonen. Ja, en het lijkt me heel goed om die discussie op die manier op te pakken. En het idee is eigenlijk om in de komende paar weken, hebben wij een aantal participatiebijeenkomsten. Dan kunt u zich ook inschrijven bijvoorbeeld voor het thema mobiliteit. Wat we gaan doen is dat we met de mensen die er langskomen, gaan we echt aan de slag daarmee. En dan komen we weer terug als daar in zo'n setting als dit in oktober. En dan gaan we zeggen wat zijn de bevindingen geweest van participatie en wat kunnen we daar concreet mee doen. Ja. Dus dat is wat ik erover kan zeggen. Maar ik snap, ik heb absoluut uw zorg voor. Ik weet dat het mij een beetje zorg baart. Dat ik aangeef, ja, dat komt wat sociale woningen. Daarbij is de auto minder auto's per inwoner. En
aan de overkant, het zijn 160 woningen, dus prima, maar ik nodig u dan uit om echt eens te komen kijken. Ja, aan de overkant van het was een uitnodiging aan de architect om zelf even te komen kijken hoe de parkeersituatie nu is. Ja. En nou, misschien dat jullie na afloop even een afspraak kunnen maken. Er was nog één vraag. Ja, ik mag ook een van mijn vragen. Ik was ook een van die brandende vragen. Ja, u had een brandende vraag en er komt nog een antwoord op, denk ik. Mag ik deze microfoon doorgeven? Ja, is goed. Ik ga er even naartoe. Oh, mag ook. Mijn naam is Dorothea Touw en ik woon ver weg, maar ik woon in de Meerwijk. Dus dat gaat er niet aan. De microfoon durft het niet. Mijn naam is Dorothea Touw en ik woon in de Meerwijk. Dus het is echt voor mij niet een kwestie van ik wil het niet in mijn achtertuin. Ik zie de noodzaak op. Maar ik vind uw plaatjes prachtig en daarom wil ik heel graag het nu even vragen. Want we hebben nu onze landschapsarchitect die prachtige groene plaatjes laat zien van een prachtig park. Maar daar staan natuurlijk die toegangswegen, maar de parkeergarages nog niet in. Of gaan die allemaal onderdoor? En dat lijkt me wel iets wat ons allemaal heel erg aangaat. Ja, absoluut. Zeker meer. De vraag van mevrouw is voor mij. Oh. De vraag is ook achterin aangekomen volgens mij. Hè? Ja, kijk, de inpassing van een parkeergarage, die kunt u zien achter bij de, op de informatiemarkt, kunt u daar meer vragen over stellen. U kunt ook wat meer in detail beantwoord krijgen. We hebben daar nu goed over nagedacht, ook in relatie tot de parkeerplek van kom je de wijk in en hoe ga je dan straks je parkeergarage in. Ja, nou, dat is hetzelfde eigenlijk wat ik net ook al zei, dat moeten we gewoon met elkaar goed over kunnen praten om te kijken van, hoe doe je dat op een goede manier. En ja, we hebben hem nu zo ingepast dat die auto's aan de achterzijde van het gebouw of aan de zijkant van het gebouw erin gaan en niet aan de voorzijde van het gebouw. Zodat we juist die voorkant eigenlijk helemaal vrij houden van auto's, waar nu nog die parkeerplaatsen zijn, dat het allemaal groen kan worden. Dat is toch... En op die manier ook ervoor zorgen dat daar ook bijvoorbeeld de toegang van het fietsparkeren komt. Ja, ja, ik stop het even, want we kunnen zo meteen verder discussiëren, want anders gaan we een grote plenaire discussie doen. Wat volgens mij nog belangrijk is, wat is de verdere procedure? En wat deze meneer ook zei, nee, we gaan straks daar verder. Ja, ja, het is een beetje gelijk. Nou, gaat u even, komt u even staan. Mijn naam is Erik-Jan Satter, ik woon wel een beetje in de buurt. Ik wil toch heel eventjes over die ontsluiting hebben, want het gaat over 550 woningen. Dat is ongeveer, nou niet helemaal, maar twee derde van wat er nu op dit moment in die wijk aan woningen staat. Dat levert best wel wat verkeersbewegingen op. En ik wil wel, tenminste we hebben nu heel erg over de esthetiek van het pand, hoe het wordt. Maar vervolgens wordt het pand gebruikt en leidt dat tot vervoerbewegingen. En ik vind het ja, jammer eigenlijk dat daar in dit verhaal heel weinig aan wordt gemist. Nou, ik begrijp uw vraag en hartelijk dank daarvoor ook. Ja, ik zou daar, ja, het klinkt misschien een beetje afgezaagd, maar zo bedoel ik het zeker niet. Ik neem ook uw vraag heel serieus en we hebben het ook heel serieus genomen in ons werk tot nu toe. We hebben daar een verkennende studie over en we gaan nu er graag over inlichten in de komende tijd van hoe we dat zien. En het zal uiteraard allemaal onderbouwd moeten worden, ook vanuit gemeentelijke eisen, dat je laat zien dat het niet een onevenredige verkeersdruk oplevert op de Willem de Zwijgenlaan. Dus dat willen wij graag aan u laten zien. Ja, maar ik begrijp wel dat het om de wijk gaat. Ja, dat is mij duidelijk, ja. Goed. Ik wil deze plenaire zitting hier afsluiten. Ja. Met nog even te kijken van waar kunnen we nou precies over meepraten en zijn er dingen waar we niet over mee kunnen praten. Ja. Dat is belangrijk om te weten. En hoe kunnen mensen verder meegaan? Precies. Nou, er is ook een, op de informatiemarkt kunt u daar ook alles over doorvragen. Er is ook een stand die gaat puur over participatie en het proces daar naartoe. Heel concreet een aantal data voor u. We zijn vandaag op 11 september en we hebben eerste startbijeenkomst. Het idee is eigenlijk, u kunt zich straks inschrijven in een aantal plangroepen waar je verder kan doorwerken aan een aantal onderwerpen waar we u echt graag toe uitnodigen. Want we werken graag met u verder juist aan deze brandende punten, mobiliteit, duurzaamheid, programmering. Hoe moeten we straks gaan wonen in Leiden? Wat voor soort woningen willen ook mensen die wonen willen kopen of huren? Laat je horen, wat voor woning wil je? We vragen echt nadrukkelijk uw input over al deze belangrijke onderwerpen. We hebben daar drie plangroepen voor, op 20 september, 1 oktober en 11 oktober. We verwerken vervolgens al die informatie die daaruit voorkomt. Dat wordt ook openbaar bekendgemaakt in het verslag. Vervolgens komen we met z'n allen bij elkaar op 11 oktober en dan laten wij zien wat hebben wij daarmee gedaan. En dan zullen hopelijk heel veel van uw vragen beantwoord zijn. Dat is het idee, dat is de procedure die wij nu voor ogen hebben. Dus voor al uw brandende vragen, gaat u alsjeblieft naar de informatiemarkt en vraagt u aan de mensen die daar staan de specifieke vragen. Daar kunt u alle tijd voor nemen. En meld u alsjeblieft voor de participatie in het komende proces. Ja. En nog even de aanvulling.
na 18 oktober, dan schuift eigenlijk het plan door richting ja, precies, dan komt er dan komt er ook weer de officiële inspraakprocedure georganiseerd door de gemeente. Exact. Goed, ik wil u uitnodigen. Nou, ik wil u eerst even bedanken voor alle rust die u heeft genomen om naar deze sprekers te luisteren. Ik wil u uitnodigen om naar de informatiebar te gaan. U vindt daar een aantal onderwerpen. Ik ga dat allemaal niet uitleggen. Het is net een beetje als u naar de Leidse Markt op zaterdag gaat. U loopt er lekker over. U gaat lekker shoppen. U gaat kijken wat van u bij uw belang hoort. Er zijn genoeg mensen om u van alles te vertellen. En dan sluiten we om 10 uur de bijeenkomst af. Tot zover. Bedankt allemaal.